begrip. Even een praktisch vraagje. Stel een Franse advocaat of een Franse onderzoeksjournalist wenst toegang te krijgen in het UBO-register in Nederland. Is dat mogelijk? Wel, de toegang wordt altijd bepaald op nationaal niveau. Dus men zal in dat geval moeten gaan kijken binnen de Nederlandse regels wat de mogelijkheden zijn en hoe het orgaan zijn praktijk zal organiseren om die toegang te verlenen. Dat is toch wel belangrijk, want bijvoorbeeld een professional, stel een notaris die een akte verleidt voor een Nederlandse vennootschap die in Frankrijk een onroerend goed aankoopt, die zal uiteraard wel toegang moeten hebben, omdat hij zijn cliënt moet kunnen identificeren. De Franse onderzoeksjournalist is natuurlijk een ander verhaal, want dan zit je op een ander niveau van toegang en zal opnieuw naar de Nederlandse regels moeten gekeken worden en zal de Nederlandse praktijk van toepassing zijn. Dus het is niet zo dat een onderzoeksjournalist, om het voorbeeld te nemen, kan gaan kijken naar het land waar de minste waarborgen voorzien zijn om op die manier toegang te krijgen tot de registers van alle andere landen. Het blijft een nationaal fenomeen en de registers worden ook nationaal gehouden en de toegang is ook op die manier georganiseerd. Werkt het ook in de omgekeerde richting, in het kader van meldingen? Bijvoorbeeld wanneer een Nederlandse autoriteit een melding krijgt vanuit de Nederlandse Financial Intelligence Unit, om het maar even complex te maken. Kan bijvoorbeeld de Franse fiscus dan inlichtingen via die weg ook verkrijgen door gewoon het eenvoudig raadplegen van die UBO door de Nederlandse CFI, als ik dat dan zo mag noemen? Opnieuw is er een verschil, hè. Dus je zal opnieuw de nationale regels moeten doorlopen en de informatieuitwisseling zal op het niveau van de autoriteiten plaatsvinden. Dus de Franse fiscus zal niet rechtstreeks op de hoogte zijn van wat er in Nederland gebeurt of wat er op basis van het Nederlandse register wordt vastgesteld. Maar natuurlijk, bij een onderzoek kunnen dan wel de Franse autoriteiten op de hoogte worden gebracht en kan op die manier wel de informatie tot bij de Franse fiscus of de Franse bevoegde witwasautoriteiten terechtkomen. Dus je zit met een tweestromen systeem dat afhankelijk is van welke informatie op welk moment moet geraadpleegd worden. Wat je zo net aangaat, Filip, geldt dit enkel voor vennootschappen, maar kunnen daar ook bijvoorbeeld andere juridische entiteiten, ik denk bijvoorbeeld aan trusts, onder vallen? Inderdaad, de trusts zijn ook voorzien dat zij deel zullen uitmaken van het UBO-register. Er is wel één belangrijk verschil. De toegang tot de gegevens voor trusts is beperkter. In die zin dat de derde categorie waar ik het daarnet over had, dus de personen met een legitiem belang, dat het niet voorzien is dat die wat trust betreft toegang zullen hebben tot het register. Dus met andere woorden, een Nederlander die zijn vermogen in een UK trust op een of andere manier heeft georganiseerd, daar zal geen toegang zijn voor de personen met een legitiem belang en is die toegang beperkt tot de professionelen in het anti-witwasverhaal. Dus dat is toch een belangrijk onderscheid, maar dat wil niet zeggen dat ultimo toch niet die gegevens niet in het register terechtkomen. En de lidstaten kunnen dit ook niet versoepelen, de lidstaten kunnen steeds soepeler gaan, maar het is wel expliciet voorzien. Enfin, het is nu duidelijk dat het niet de bedoeling is dat wat trust betreft dat die gegevens zomaar beschikbaar worden, omdat je daar nog met een groter privacy probleem zit, uiteraard in vergelijking met de vennootschappen.